Er zijn verschillende opties wanneer we praten over het aanpakken van een schuldenvraagstuk. In dit geval kan het best zijn dat we naar garantstellingen zoeken, waarbij er een garantie wordt gegeven wanneer we aan herschikkingen denken. We kunnen ook denken aan herfinanciering. En vandaag is de situatie in de wereld anders dan 20 jaar geleden. Maar in ieder geval is het belangrijk dat we steun krijgen van een aantal bevriende naties wanneer we gaan praten met IMF, wanneer we praten met de Wereldbank. Zij zijn ook daar onderdeel van. Wanneer zij ons steunen op de achtergrond, dan helpt dat. Maar ook financieringsmogelijkheden, herfinancieringsmogelijkheden van het Nederlandse bedrijfsleven of het Nederlandse bankwezen. Dat zijn elementen die we gaan moeten bespreken. Elke lening die is aangegaan heeft een bepaalde karakteristieken. En we zullen dus moeten nagaan op welke wijze we het beste daar een oplossing voor vinden. Dus alle opties open, maar in ieder geval gaan we proberen steun te krijgen internationaal. Niet alleen in Nederland, maar ook elders. Om ons bij te staan in het traject van schuldsanering, herschikking, reprofiling of zelfs herfinanciering. Maar praat u over kort termijn of lange termijn? Ik praat over kort termijn. Ik praat vrij snel. U weet de regering heeft gezegd, we hebben een urgentiefase van 9 maanden. In die 9 maanden moet in ieder geval de aanzetten reeds zijn gedaan voor wat betreft een stukje sanering op weg naar stabiliteit. Dus we praten niet over maanden, we praten over weken en daarmee onmiddellijk starten. Want UW de schuldenlast heeft renteaflossingen nog dit jaar, wat oploopt tot ongeveer 70 miljoen. En dat geld is er niet. Er moet goed besef zijn in de samenleving dat wat we hebben overgenomen en wat gepresenteerd is een paar weken geleden zeer ernstig is. Het is passen en meten wat betreft het financieel management. Maar we zijn ervan overtuigd dat we door prudent beleid, maar ook door professioneel beleid eruit komen. Het vraagt om een stukje bijdrage van elke sector in die samenleving. Vandaar dat we sinds een 10 dagen reeds begonnen zijn met tripartiet overleg tussen het bedrijfsleven, de vakbeweging en de regering. Om te kijken naar een passende korte termijn aanpassingsprogramma. Maar dat zal over de komende weken verder besproken worden met de 2 andere partners. Maar het is inderdaad belangrijk dat de samenleving weet, dat ieder weet, dat het niet eenvoudig is op basis van wat is overgenomen. En zoals president Santokki heeft gezegd, we gaan niet klagen erover, maar we gaan ervoor zorgen dat we eraan werken en dat we eruit komen.